Ik dacht niet, ja. Er is ook muziek die we als we jong zijn zo vaak opzetten, dat we ze eigenlijk een beetje beu worden. Een beetje. <laughs> en jij hebt, ik denk wat, wat voor vele mensen hier, de enige muziek uit IJsland is die wij kennen. Namelijk eh? Sugar Cubes en Björk. Ik, ik, kan je niet, ik kan je geen drie andere IJslandse artiesten opnoemen, denk ik. Emilian Torini? Ja, die ken en, ik ook. En waarom is ze nu weer al? Ja, dat is echt uit mijn hoofd. Maar dat enfin, het is muziek die gewoon moeilijk tot hier geraakt. Ik vermoed dat er in IJsland ook heel veel ah, muziek gemaakt wordt. He. Veel uh, muziek uh, zoals uh, Siguros. Uh, daar is veel muziek van IJsland. Siguros natuurlijk, ja. dat is ook IJslands. Ja. ja. Maar dat uh, is grappig, uh, Sugarcubes. Uh, is iets wat ik ook in mijn high school-jaren speelde en met mijn groep vrienden. En die komt ook van dezelfde high school als ik. En ook die mensen van uh, Siguros. Ik, ik had zo'n artistieke high school. Hè. Ah, ja. En uh, dat was op elke feest. Ja, ik had die plaat natuurlijk. En ik luisterde naar Björk vroeger, want Björk is was aan het zingen sinds hij 13 jaar oud was. Maar ineens wordt zij beroemd en zij is aan toeren met u 2 En die plaat uh, van Supercubes is gewoon. En bom in IJsland geworden. Iedereen was zo vier op IJslander-design. Ja. Want uh, dus als er iets gebeurt van, vanuit IJsland, dan is natuurlijk wij zijn de beste. Weet je? Ja, dus Björk was in IJsland al, voor Sugarcubes en, en haar solocarrière was zij in IJsland al heel bekend. Ja, ja, ja. Ik ja. ben er echt... Ik ken heel veel liedjes en eigenlijk had ik andere liedjes dat ik kon doorgeven. Maar ik denk niet dat was in IJsland ze En dacht, ja. is dat niet zo sterk. Ah, ze zong eerst in het IJsland. Ja, ja, ja. ja, ja. En ja, ze was echt zo'n beetje punker. Ja. Zij zong punk muziek, maar altijd zo'n beetje freaky, artistiek. Maar um, deze, de hele plaat is fantastisch, maar ik heb een beetje zo, oké, okay, dat is genoeg geweest. Ja. Maar nu misschien, dat is zo lang geleden, dat is misschien tijd om te uh, afstoffen en uh, terug te beginnen spelen. Ja, je gaat het zien. Als je het nu gehoord hebt, je hebt het lang niet meer beluisterd omdat je beu was, nu ga je het horen en je gaat het terug geweldig vinden. Fantastisch. En dan ga je er terug naar beginnen luisteren. Ja. MUZIEK ja.